Suriname levert vanaf vandaag een nog bijzondere bijdrage aan het gebeuren rond Earth Hour door uren te registreren, zegt Marleen van Charante Stoffelen, Communications Officer van het Wereld Natuurfonds WWF in Suriname, in een gesprek met de nieuwsdienst. Vandaag vond tijdens een persconferentie de lancering plaats van de website earthhoursuriname.com. De WWF-vertegenwoordiger stelt dat het registreren inhoudt dat je iets duurzaam doet aan het behoud van onze planeet en dit vastlegt. Dat betekent dat je naar de website gaat, earthhoursuriname.com. Eerst inspiratie gaat opdoen, wat kan ik nou doen om een hour te maken voor Earth, een uur voor de aarde. We geven ideetjes, leuke ideetjes, zeker iets wat ook bij iedereen zou kunnen passen. En op het moment dat je dus die uren gemaakt hebt, je timed, oké, hoe lang ben ik ermee bezig geweest? Het moet wel minstens 60 minuten zijn. Dan ga je weer terug naar die website en dan vul je het registratieformulier in. En dan worden je hours gebankt, sorry hoor, ik spreek een beetje Engels, maar je uren worden dan opgeteld. Dat wil zeggen dat jij een verandering hebt gemaakt op dat moment. Iets in jouw leefpatroon heeft veranderd. Het kan eenmalig zijn, maar het kan ook zijn dat je dat standaard gaat blijven veranderen. Dat een positieve impact heeft op de aarde. Het kan bijvoorbeeld zijn, een van de voorbeelden is, zorg dat je thuis een recyclestraatje maakt. Ik heb bijvoorbeeld zelf naast mijn afvalton een plastic of een grote zak gezet, zo'n shopper. En daarin gaan al mijn plastic flessen. En één keer in de zoveel tijd, als hij vol is, dan rij ik naar een van de zure recyclepunten en dan lever ik het in. Op 23 maart wordt er een speurtocht georganiseerd in verband met Earth Hour, vertelt van Charante Stoffelen. In Hotel Turarica zal van 21 tot en met 24 maart een bewustwordingsexpositie plaatsvinden. Dat is heel leuk voor de kinderen, voor gezinnen. We gaan hier beginnen bij Turarica, dan gaan we over de Wakkapassi, over de Van Sommelsdijkstraat en dan gaan we de landschappen van Suriname uitbeelden. Want we hebben heel veel verschillende landschappen. We hebben de wetlands, we hebben het bos, we hebben de savanne. En zo hebben we nog meer landschappen die eigenlijk niet iedereen dagelijks tegenkomt. Dus we willen meer informatie verstrekken over die landschappen, maar ook over de kwetsbaarheid van die landschappen. Want ze staan onder druk. En ook wat je dus weer zelf kunt doen om te helpen beschermen. Earth Hour is een wereldwijde milieubeweging die is ontstaan uit een initiatief van WWF. Het evenement moedigt individuen, bedrijven en gemeenschappen over de hele wereld aan om samen te komen en gedurende 1 uur de verlichting uit te schakelen als een symbool van hun betrokkenheid bij de strijd tegen klimaatverandering.